Dus vandaar. En heel even kort over mij, voordat je denkt, nou, wie is die gozer met die groene achtergrond? Mijn naam is Stefan. Ik heb een flink aantal jaar lesgegeven binnen het MBO, bij onder andere het ROC Mondriaan en het MBO Westland. En ik werk nu 4 dagen bij Toen Ahau. En Toen Ahau is het trainingsbureau achter onder andere het groot online werk voor mijn boek en het gewone groot werk voor mijn boek. En daarnaast geef ik nog 2 dagen les bij de Hogeschool Leiden. En ik woon in, denk ik, een van de mooiste steden, Leiden. Maar iets wat met onderwijs, met opleiden, met leren, ontwikkelen te maken heeft, daar spring ik letterlijk en figuurlijk mijn bed voor uit. Dus vandaar. En in het kader van springen en activiteit, ik wil je nu vragen om binnen 1 minuut een voorwerp op te zoeken in en rondom de plek waar je nu zit, die typerend is voor de manier waarop jij kijkt naar mediawijsheid. En dat kan misschien zijn Anouk vanuit Amsterdam. Of Frederike, als ik snel kijk, lijkt het of jij op school zit ergens. Dus ik wil je vragen om een voorwerp op te zoeken binnen 1 minuut die typerend is voor de manier waarop jij kijkt naar mediawijsheid. Dus let's go, doe zelf ook mee. Karen, vertel. Je hebt een wereldbol. Een wereldbolletje, ja. En het is maar een heel klein wereld, het is ook een speelwereldbolletje. Maar dus, mediawijsheid is een soort de wereld, nou ja, wordt steeds kleiner. Contacten snel gemaakt. Ja, daar moest ik aan denken. Dankjewel. Ik haal de beurt door, even nieuwsgierig in het kader van deze startopdracht, om het dan maar heel schools te noemen. Sorry, zei je tegen mij? Ik was Ja. een beetje kwijt. Ja. Aan wie geef ik digitaal de beurt door? Oh, ja, ik zat naar mijn wereldbolletje te kijken. Excuus, Inge. Inge, vertel. Ja, ik heb niet zoveel voor handen, maar wel deze pointer. Ja. Dus ja, ik dacht, oh ja, ik wil vooral een selectie maken. Dus ik wil niet alles binnenkrijgen. Maar het is niet echt een afstandsbediening. Maar het idee van de afstandsbediening, dat je gewoon zelf kan kiezen wat je wil zien en dat je niet overspoeld wordt met dingen. Dat vind ik wel belangrijk. Als het gaat om mediawijsheid. Dankjewel. Nou, wie schakelen we vanuit jou door? Oh Vragen ja, nog? Mirjam. Mijn sluit er eigenlijk heel mooi bij aan. Ik heb een bril gepakt dat je dus kijkt van waar focus ik op en wat niet. Dus ja, ook selecteren. En even nieuwsgierig. Jij kijkt vanuit de bril van docent, vanuit de bril van opleidingscoördinator, de bril van iCoach, de bril van. Van onderwijskundige. Ja. En ik geef de beurt door aan Hint. Thanks. Yes, nou, ik heb niet echt iets kunnen vinden, dus ik heb mijn telefoon. Ik denk, nou ja, dat spreekt denk ik wel voor zich, maar social media, je kan een heleboel doen. Ja, dus ik dacht, dat is een van de eerste dingen waar ik aan denk, aan een mobiele telefoon of een smartphone. Thanks. Ik geef de beurt aan, even kijken, Frederike. Ik heb deze digital guide gevonden. Want ik zit niet thuis, dus ja, gewoon op school. En voor mij is mediawijsheid echt iets wat je mensen moet leren. Ja, anders worden ze echt zo onbewuste consumenten. Dus je hebt daar echt wel sturing nodig en bewustwording. Yes. Nou, Thanks. dan als laatste nog Anouk. Gewoon grappig, want mijn staat een beetje bij die van jou aan, Frederike. Ik had namelijk gewoon een boek gepakt. Maar met het idee van mediawijsheid, dat je moet leren om media te kunnen lezen en te begrijpen en te kunnen onderscheiden. Ik was gisteren een artikel aan het lezen over deepfakes bijvoorbeeld. Dus daar dacht ik gelijk aan. Dus ja, ook heel erg aansluitend dat je dus moet leren omgaan met media. Leren lezen. Leren lezen. En ik denk nou sowieso met los van of het mediawijsheid of een ander onderwijsthema is. Sowieso is dat denk ik altijd leren, ervaren en doen. En dat zul je misschien ook wel herkennen. Je hebt je rijbewijs ook niet bij de NTI gehaald. Of je lerarendiploma of wijskundige bril. Dus dat vraagt hier van nou, kilometers maken en daarin investeren. Ik neem jullie mee in een aantal praktische vormen die je ook weer mee kan nemen naar je eigen
tekentafel of naar het moment waarop je docenten opleidt of op het moment dat je met SOB'ers aan de slag gaat of met burgerschap of met studenten betreft mediawijsheid. Dus het interessante is om naar te kijken, Mirjam zei het al, vanuit je eigen bril en hoe kan je dat dan meenemen naar jouw onderwijsorganisatie, of dat dan het ROC van Amsterdam is, of het ROC Top of het Media College. Het gaat erom dat je uiteindelijk een aantal inzichten opdoet deze middag en die sturing ook kan delen met je collega's. En ik neem jullie zo heel praktisch even mee in een soort frisse werkvorm. Dat is een soort brainstorm, want dat helpt qua voorkennis een beetje betreft een heel klein modelletje wat ik graag met jullie wil delen. Maar als eerst, ik heb een kleine vraag en die heb ik alvast in de chat gezet. De stap die wij graag willen maken binnen mediawijsheid is, dus vanuit jouw rol, misschien als IT-coach of ik hoor Mirjam net zeggen, als onderwijskundige, als je kijkt naar jouw organisatie waar je mag werken of naar je mbo-instelling, welke stap zou je dan willen maken? En misschien is dat voor Inge even de knipoog naar het voorwerp wat ze net had. Nou, tot je zelf even kan kiezen op welke thema's je instapt of op welke thema's je selecteert in het kader van de pointer. Of Karin zegt, nou, we maken de koppeling met burgerschap of met maatschappij in het kader van de Wereldbol. Maar welke stap die jullie graag willen maken binnen mediawijsheid. Als je deze zin even wilt aanvullen, wat vertel je ons dan? Anouk zegt duurzame aanpak. Inge zegt een treetje hoger. Karin zegt een kritische consument. Frederike zegt in de lessen over mij nog meer inspelen op ervaren in plaats van uitleggen. Karin, vertel. Je zegt kritische consument. Jij wilt de studenten een kritische consument. Nou ja, nee, kijk, het was het speeltje. Hè? En media is gewoon ontzettend leuk en kan je heel veel mee en heel veel ontdekken en heel veel doen en weet ik het veel wat. Dus dat is heel uitdagend en heel mooi om mensen dichter bij elkaar te brengen. Maar toch daar bij nadenken kritisch mee omgaan. Kritisch consumeren. Oké, okay. Thanks. Vraag ik heel eventjes even kijken. Frederica, mag ik jou vragen? Jij zegt in de lessen over iets meer inspelen op ervaring. Ja, we waren in gesprek met onderwijskundigen van Zuidoost. En ze hebben toch echt een andere doelgroep. Hè? Dus dat we proberen bij niveau 1 en 2 minder in de les uit te leggen dan zo en zo zit het. Maar studenten echt meer te laten ervaren door valkuilen op het web te benoemen. Of speels omgaan. Ja. Dat is moeilijk uit te leggen. Dus, dat je bijvoorbeeld heel veel probeert op te zoeken over iemand. En dan eigenlijk erachter komt. Oh, dat is best wel confronterend wat er allemaal over mij online staat. In plaats van let op wat je online zet. Ja. Even concreet. Ja, dus wat praktischer maken en wat actiever. Mm-hmm. Oké. Dankjewel. Ilko, jij zegt mediawijsheid, de student als gebruiker, maar ook een start met ELO, elektronische leeromgeving, neem ik dan stiekem aan. Ja. Vertel. Nou ja, die dingen die zijn allemaal, komen eraan. Dus het is een kwestie van uitzoeken. En in mijn team de docent digitaal vaardiger maken. Knoppen, zeg maar. Menu'tjes. Waar zit het? Waar stel je dingen in? Ja. Al dat soort dingen. Ja, er is zoveel aan de hand. Ja, en ook, en wat je eigenlijk ook zegt, is docenten daarin opleiden. Ook, daar. Ja. Ja. Want ik denk even in het kader van kritisch, even een soort kritische bril. Kijk, willen studenten ons, willen we soms ook vaardiger maken in gespreksvoering? Of willen studenten vaardiger maken in burgerschap? Of willen studenten vaardiger maken in Nederlands? Of willen studenten vaardiger maken in stage lopen, de BPV, waar het gebeurt binnen het mbo. En ik denk, ja, zonder training winnen we geen wedstrijden. Dus we moeten onze docenten trainen. We moeten ons, wat Frederike zegt, nou, onze studenten daarin opleiden of actiever in opleiden.
En dat vraagt uiteindelijk iets hoe wij daar als onderwijsprofessional sturing aan geven. En ik denk het leuke, klim ik even uit deze aanvulzin. Kijk, zo'n aanvulzin is ook een hele leuke vraag om met je docententeam te doen. Dus bijvoorbeeld, nou, Ilko, als ik even jouw antwoord als voorbeeld mag nemen. Ja. Ik zeg, nou jongens, we gaan werken met ELO. Welke stap wil jij maken binnen ELO? Of waar heb jij nog hulp in nodig? Of als Frederike zegt, nou, je wilt de lessen, mediawijsheid, wil je ook fris en positief neerzetten. Wat vraagt dat van de docenten? Of misschien, Mirjam, misschien zou je dat herkennen. Nou, je hebt een mooi onderwijsprogramma geschreven. Of je hebt een mooie module geschreven. Of een ALA, een authentieke leeractiviteit. En vervolgens is de vraag, ja, de aanvulzin is, lukt het je om dit uit te voeren in de praktijk? Of wat heb je daarbij nodig? Uiteindelijk gaat het om het waardevolle gesprek daarin. Dus even als opstapje zometeen naar een klein model. Wil ik jullie als eerst heel eventjes vragen, even een soort digitale brainstorm. Vanuit deze werkvorm gaan we door naar een volgend onderdeel en dat is namelijk ABC. En ik wil je vragen, ABC, dat heeft een beetje te maken met alle letters van het alfabet. En ik zou je willen vragen, als je 5 letters uit het alfabet zou selecteren die voor jou een link, een associatie of een thema vormen met mediawijsheid, waarvan je zegt, dat is nou mijn top 5 aan prioriteit. En is dat A van adolescenten? Is dat misschien de B van bewustwording? Of is dat de K van kritische consumenten? Of is dat de D van didactiek? Of is dat de E van ELO? Ik zou je willen vragen om nu binnen ongeveer een kleine minuut, à 2 minuten, 5 letters, even in jongere termen, random, uit het alfabet te selecteren, die voor jou een link of een associatie vormen met het thema mediawijsheid. Dat een beetje als brainstorm en als onderwijskundig voorkennis, voordat ik jullie zo meteen heel eventjes meeneem in een klein model. Ik zou je willen vragen om daar even over na te denken en die 5 letters even met ons te delen in de chat. Want dan kunnen we zo even wat steviger daarop inzoomen. Inge die zegt de I van e-coaching, de P van portfolio, de M van media, de I van visie en de I van blended. Eelco heeft de eerste letter te pakken, letterlijk en figuurlijk de eerste letter. Wil je dat we de hele woorden delen of alleen de letters? Mag en. Lief dat je het vraagt. Anouk zegt de M van mediawijsheid, de I van informatie, de L van leren. Ook de V van visie, dus dat is ook weer de link naar Inge. En de D van delen. Het heeft de S, de I, de M, de L. Mirjam heeft kritisch denken. Sluit misschien ook aan op waar we het net al even kort over hadden. Privacy online, delen en leren. Binnen contact. Wel waardevol. De M van nieuwsgierig. Bint, mag ik jou even vragen? Ik wist dat je al stiekem alle 5 netjes op een overzichtje kan neerzetten. Ja, heel even kort. Ik heb het natuurlijk daarboven ook al even benoemd. Maar ik denk aan de S van student. Dat je wilt dat de student media wijzer wordt. Het internet is natuurlijk iets wat we veel gebruiken. We leven allemaal in een mediasamenleving. Dus die rol is gewoon heel erg groot. Tegelijkertijd vanuit mijn rol als onderwijskundige, de B van een blended onderwijs curriculum, zeg maar, hoe je dat het beste vorm kan geven met teams. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat studenten optimaal kan leren. Dus daar is dan de L van. Ja. Dus je hebt stiekem ook een soort opbouw. Ja.
Ja, en uiteindelijk, nou, het online onderwijs heeft natuurlijk een soort boost gegeven aan het blended onderwijs. En hoe krijgen we studenten nou mee? Hoe kunnen we dus daar ook positief op sturen? Thanks. Karen? Verbinden, contact maken, wel waardevol en nieuwsgierig. Vertel. Ja, omdat er gewoon heel veel mooie dingen mee kunnen. En nou, ik bedoel, het verbinden ook, weet je. Een heel lullig voorbeeld van een jongen die ik ken die autistisch, noem je zoiets, symptomen heeft, die wel op internet ontzettend veel vrienden maakt. Met allemaal mensen. Nou, dat is prachtig. Dus hij maakt contact, hij verbindt. Het is waardevol voor hem. Hij is heel nieuwsgierig. En op die manier kan hij hele mooie invulling geven. Nou, dus even grofweg zo. Ja, en ik denk dat je, in ieder geval dat, hoe ik er onderwijskundig in geloof, is sowieso eerst contact. Dus eerst relatie, dan prestatie. En dat heb je ook nodig met je docententeam. Dus als je vanuit je onderwijskundige bril docenten mee wilt nemen in een lesplan of in een module of in een manier waarop je de lessenserie aan elkaar hebt geregen, ja, dan moet je ook met je docenten eerst een relatie hebben, willen ze een prestatie leveren. Dus eerst contact en dan contract, ook wel heel praktisch gezegd. En inderdaad, nou, het vraagt uiteindelijk dat je een nieuwsgierige bril opzet of dat je daarmee aan de slag gaat of inderdaad, ja, wat Hint terecht zegt, het draait erom dat je studenten uiteindelijk daar kilometers in maken. Ik klim heel eventjes uit deze vorm. Dat is die ABC-vorm. Die is bedoeld om met name even fris te brainstormen. Is ook een leuke vorm om binnen je overleggen te doen. Of als je een studenten, of nou Karen, als ik jou net hoor zeggen met de jongen van het autistisch spectrum als voorbeeld. Dat je zegt, nou, als je een alfabet zou moeten invullen over blendend leren. Of als je een alfabet zou moeten invullen wat mediawijsheid voor jou heeft opgeleverd. Kan je er dan 5 noemen? En hij zegt, nou, contact, vrienden. Plezier, ontspanning en informatie, dan kom je op die manier met hem in gesprek. En is anders dan dat je vraagt van, en wat zijn de dingen die je zoal doet online? Dus de vorm is ook heel erg bepalend. En dat brengt me eigenlijk heel praktisch bij de manier waarop we er sturing aan kunnen geven. En ik neem jullie nu heel even mee in een klein modelletje. Dat model heet de sturingsdriehoek. Dat zegt het eigenlijk al stiekem, de manier waarop je sturing kan geven aan je onderwijs of aan de manier waarop je mediawijsheid in wilt zetten binnen jouw mbo-organisatie. Maar ik geef je er ook even een kleine luisteropdracht mee. Die luisteropdracht is meteen stiekem een soort afronding, want we kruipen tijdstechnisch gezien al richting de klok van 2, want we hebben maar tot 2 uur. Dus voordat ik dat model met jullie uitleg, zou ik je willen vragen om een luisteropdracht mee te nemen. En die luisteropdracht is namelijk als volgt: welk inzicht haal ik uit de sturingsdriehoek die ik kan delen met mijn collega's? Want uiteindelijk ben je vanuit je rol, vanuit het ROC, ook een soort van verantwoordelijk om dit dan weer stiekem te delen met je collega's. Dus voorafgaand aan een stukje theorie, om dat stukje theorie even wat te verstevigen, geef ik je een luisteropdracht mee. En het grappige is, die luisteropdracht kan je zelf ook misschien weer stiekem inzetten tijdens contactmomenten met docenten. Maar ik sta in ieder geval te popelen om het sturingsdriehoek of het model wat erachter hangt met jullie te delen. Dus in ieder geval dubbel welkom in Leiden, want heel praktisch gezien sta ik nu in Leiden en neem ik jullie heel even mee in mijn scherm. Ik heb het hier, als het goed is, al klaargezet. In het kader van organiseren kun je leren. En zie je, als het goed is, zometeen een lege sturingsdriehoek. Eventjes benieuwd. Inge, zie jij nu een lege sturingsdriehoek, zodat we digitaal op dezelfde golflengte zitten? Ja, je ziet mij niet dus, maar ja. Thanks, die check had ik heel eventjes nodig. En ik neem jullie heel even praktisch mee in 3 bouwstenen waarop wij als docenten of als onderwijsprofessionals of als onderwijskundig medewerkers sturing kunnen geven aan mediawijsheid en aan de organisatie daaromheen. En de eerste bouwsteen waar we ons van nature op gericht zijn, dat is de inhoud. En de inhoud, dat kan zijn de lessen die daaronder vallen. Dat kunnen zijn de thema's die daaronder vallen. Het aantal uren waarop het op een rooster zichtbaar is. De manier waarop we het waarborgen binnen onze modules. De manier waarop we de inhoud aangeven tijdens de lessen. Maar kortom,
de manier waarop we sturing aan willen geven, het eerste waar we van nature aandacht voor hebben, is de inhoud. En als ik er heel even uit mag stappen, de inhoud van dit half uurtje is de manier waarop je er de sturing aan kan geven. Dus één, de inhoud, dat is ook wel het wat. En dat is eigenlijk hetgene wat centraal staat. En waar we ook mee te maken hebben, is gedrag. Gedrag van docenten, gedrag van teamleiders, gedrag van SLB'ers, gedrag van collega's, gedrag van BPV-coördinatoren, gedrag van mensen in het werkveld, gedrag van mensen in de maatschappij en het gedrag van onze studenten. Nou, daarin zei dat al, het gedrag wat je graag wil zien is dat mensen misschien kritisch zijn of dat mensen nieuwsgierig zijn of dat mensen bepaalde gedachten erover hebben. En als we daar even wat steviger op inzoomen, betreft mediawijsheid of betreft andere onderwijsthema's, hebben we altijd te maken met positief gedrag en negatief gedrag. Nou, jullie zullen het vast erkennen. Soms heb je in het mbo-onderwijs ook studenten die negatief gedrag vertonen. Dus die in min gedrag zitten. En het is een soort van digitale open deur. Maar wij willen graag studenten in een positieve mindset. Dus in het plusgedrag hebben. En tot ze een positieve bril hebben waarop ze kijken naar mediawijsheid. Een positieve en nieuwsgierige bril hebben waarop ze kijken naar hetgene wat over hun op internet staat. Kortom, je wilt positief gedrag zien. Positief gedrag wil ik ook graag van jullie zien dit half uurtje. En ik heb niet te praten over gedrag, maar ik heb iets te doen in mijn inhoud en dat aan elkaar te koppelen. En dat brengt mij namelijk bij de vorm en de aanpak. De vorm en de aanpak die wij als docenten of als onderwijskundige medewerkers inzetten, is ondersteunend aan de inhoud en is sturend op het gedrag. Dus wat ik jullie graag onderwijskundig op je hart wil drukken deze middag, is de vorm en de aanpak die we selecteren, is sturend op het gedrag wat we van onze studenten en van onze docenten willen zien. En even als een soort een groot metamoment. Ik wil graag van jullie dit half uurtje positief, nieuwsgierig en betrokken gedrag zien. Ik ga daar niet over praten, maar ik ga in mijn vorm en in mijn aanpak dat gewenste gedrag hopelijk oproepen. Dus wat ik jullie een soort Cruyffiaans gezegde mee wil geven in dit kleine half uurtje. De vorm en de aanpak die wij kiezen is ondersteunend aan de inhoud en is sturend op het gedrag. Dus wij hebben in onze onderwijsontwikkeling of in onze voorbereiding of in de momenten waarop we docenten opleiden, naar een vorm en naar een aanpak te kijken, waardoor we niet alleen praten over het gewenste gedrag betreft mediawijsheid, maar dat ook daadwerkelijk oproepen tijdens de momenten zelf. Want die momenten zelf, dat zijn de broedplaats en de momenten waarop het gebeurt. Dus een soort mini-samenvatting is, de inhoud, dat is vaak in beton gegoten en is ook wel het wat. De mindset en het gedrag wat we willen oproepen bij onze studenten, hebben op te roepen door middel van de vorm en de aanpak die we selecteren. Want vaak zou je dat misschien herkennen, dan plop ik weer op in jullie scherm. Niet schrikken, want er zijn misschien ergere dingen. Vaak sturen op het moment zelf, dat kan vrij intensief zijn, maar in je voorbereiding of in de manier waarop je onderwijskundig aan elkaar reikt, dat vraagt ervoor dat je op een frisse manier en op een toegankelijke bril kijkt naar de vorm en de aanpak die je selecteert. Dus vandaar wilde ik jullie dit kleine model eventjes op je hart drukken. Lint, thanks voor de reminder. Dankjewel. Samen is niet alleen. Als laatste, dan kruipen we een beetje richting de komma van dit half uurtje, zou ik je willen vragen, welk inzicht, dus even de knipoog naar de luisteropdracht, welk inzicht heb je uit de sturingsdriehoek opgehaald en zou je even willen delen met ons in de vergaderchat? Is misschien ook weer een mooie opstap voor richting het docententeam. Ja, Stefan, zou je de driehoek nog even willen delen, alsjeblieft? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Moet ik even zorgen dat ik mijn scherm natuurlijk weer deel. Dat ga ik nu doen. En als het goed is, klopt hij dan weer op, Hint. Ja. Hebben ze? Yes. Ja? Helpt je dat ter beantwoording van de luisteropdracht? Ja.
Thanks. Fijn dat je het vraagt. En als andere beste mensen alvast een antwoord hebben, vul gerust aan of in de chat. Dan hebben we een soort mini-evaluatie of wat inzichten met elkaar. Ja, ik wil toch vragen, Stefan, want jouw rol is natuurlijk ook jouw gedrag belangrijk. Hè? Waar zit die in dit schema? Wat is je vraag? Vertel. Kan je hem nog één keer herhalen? Ja, ik vind hem lastiger zelf ook. Ja. Maar ik bedoel, hoe jij iets brengt, dat maakt, dat heeft ook invloed. Ja. En je had het over het gedrag van de studenten of de docenten. Dus ja. Die heb ik gemist. Oké. Ja. Ja. En ook misschien vanuit jouw rol. Kijk, als je docenten spreekt, ja, is ook de manier om dat in een frisse, activerende of toegankelijke vorm te gieten. Want als we dat gedrag uiteindelijk verwachten van studenten, ja, hebben we dat ook onderling op te roepen als docenten. Dus als we willen dat studenten nieuwsgierig zijn, ja, hebben we ook een nieuwsgierige vraag te stellen tijdens een overleg of een nieuwsgierige houding aan te nemen. Hint, is het oké als ik stop met het delen van het scherm? Ja. Thanks. Ik zie een aantal reacties al in de chat. In plaats van gedrag over praten over het inzetten van positief. Dat is Mirjam. Ja, denk, kan ik kort toelichten, Mirjam? Nou, eigenlijk door de werkvormen die je inzet, moeten we wel meedoen. Dus je gaat wel positief en betrokken worden in plaats van dat je vraagt, wil je meedoen? Dus dit is een veel positievere manier eigenlijk ook om betrokkenheid te stimuleren. Ja, dus niet praten of ze meedoen betreft mediawijsheid, maar daar een activerende of nieuwsgierige vorm. Ja. En ik zou je als laatst mee willen geven, zeker als je onderwijs ontwikkelt. Kijk, patronen zet je aan het begin van een les. Of patronen zet je aan het begin van een module. Of patronen zet je aan het begin van een vergadering. Door soms in de eerste 10 minuten de inhoud even tussen haakjes te zetten. Maar in de eerste 10 minuten wel het gewenste gedrag op te roepen. Zet je een fundament neer voor de rest van je module. Of voor de rest van het vak. Of voor de rest van de les. Of voor de rest van het college. Waardoor je daardoor spreekwoordelijk een veilig leerklimaat creëert. Dus dat kan best wel helpend zijn in de manier waarop je aan de voorkant bezig bent met onderwijsuitvoering. Ja, dus leuk dat je dat zegt. Even als laatste, Anouk, mag ik jou vragen? Dan is het, ja, organiseren kun je leren, 2 uur. Anouk, ja, ik denk hetzelfde wat ik bij de anderen ook lees inderdaad, dat het dus allemaal zo samenhangt. Natuurlijk moet je goede inhoud hebben. Maar dat je dus inderdaad door de vorm en door de dingen die je inzet, bepaald gedrag waardoor je inhoud ook weer beter overkomt. Dus, ja, dus de samenhang daartussen. Ja. En als ik een nieuwsgierige vraag mag stellen, de samenhang. Heb jij vooral focus op het gedrag of ligt jouw focus op de vorm of ligt jouw focus op de inhoud? Gewoon even nieuwsgierig. Nou, ik geef op dit moment, ik geef op het HMC geen les. Dus ik ben ondersteunend. Dus... Maar ik heb hiervoor wel eens gegeven. Ik zit even te denken waar mijn nadruk. Ik denk ook wel de vorm. Dat ik wel, ja, ik gaf les aan kleuters. Maar goed, ja. Dat je altijd heel erg bezig bent met. Ja, hoe hou je ze erbij? Hoe prikkel je ze? Wat voor werkvormen zet je in? Dus ik denk wel dat vorm voor mij wel altijd iets is waar ik mee bezig ben. Ja. Ja, en ik denk ook. Laatste voorbeeld, heel praktisch voorbeeld. Vroeger, opa vertelt, maar toen we verjaardagen mochten hebben met z'n allen, wilde je ook dat zo'n verjaardag leuk was of gezellig of, nou, in ieder geval dynamisch. En ging je soms ook gewoon je hele woonkamer verbouwen? Of ging je ook zorgen dat je een staantafel had of dat je de eetkamerstoelen anders neer ging zetten? En soms is dat met het onderwijs ook. Dus vaak kunnen we heel snel en gemakkelijk grip hebben op een groep of op een docententeam door te kijken naar de vorm en de aanpak. En natuurlijk, gedrag komt ergens vandaan. En dat bij docenten ook en bij ons ook en bij mij ook en bij mijn collega's ook. En de inhoud is vaak in beton gegoten, maar het hoe, dat is best wel bepalend. En zeker voor mbo-studenten, want die onthouden het op die manier gewoon wat gemakkelijker. In ieder geval, ik kan hierover door blijven gaan. Wat ik jullie als laatste ga doen, en dat is geen vorm...
Maar dat is meer even een e-boekje. We hebben een aantal werkvormenboeken geschreven, maar ook een aantal e-boekjes. En die e-boekjes, die kan je gewoon kosteloos, toegankelijk en gratis downloaden. En die link daarvan vind je nu in de vergaderchat. Dus als je zo'n e-boekje over het groot online werkvormenboek of over het gewone werkvormenboek wilt lezen, of misschien met een collega wilt delen of voor je eigen onderwijskundige bril. Klik op de knop en hij hangt in je e-mail. Dus vandaar. In ieder geval hint, ik doe nu een stap naar achter, want anders ga ik in de blessuretijd of in de reservetijd of ja. Ja, super. Zijn er nog vragen? Nee? Nou, Stefan, heel erg bedankt voor de leerzame... Het was erg kort, maar je hebt ons wel veel mogen en kunnen vertellen in de 30 minuten die je had. Dus bedankt daarvoor. Het is 2:03, dus wij moeten terug naar de plenaire vergadering via Teams. En Stefan, nogmaals hartelijk bedankt. Ja, top. Fijne dag verder.